Ik ben Willem Bierman, ik ben dichter en ik ben zojuist ontslagen als stadsdichter van Apeldoorn na een periode van 3 jaar. Maar met veel plezier gedaan, moet ik je zeggen. Goede papieren. 1. Op papier is meer mogelijk dan in werkelijkheid. Bijvoorbeeld een tijger of een applaus. Desnoods een gedicht. 2. Heeft iemand een vloedje voor me? Fijn. Wat roken jullie jongens? Wij roken onze kansen, meneer. 3. Zelfs Reven schrijft geen papieren brieven meer sinds hij dood is. 4. In de bokswereld is papiergewicht een klasse. Ook onder de 50 kilo kun je zoden aan de dijk zetten. Blaas hem in de eerste ronde de ring uit, dat propje. 5. We deden nogal katholiek bij de snoepwinkel van Ginkel als we gekleurde velletjes eetbaar papier kochten en naar binnen werkten. Wel veel smakelijker dan in de kerk, meenden we. 6. Overweegt u een geschenk aan de liefste? Verpak uzelf in een vetvrij papiertje en geef u helemaal. Het tweede gedicht heet Hoe de kouwen de mussen verdreven uit de dorpsstraat van Vlieland. Ze kia-kiaden zich schor vanuit oude Iepen. Ze zongen zich moe, het was geen zingen. Ze leerden zich glijvluchten aan uit de linden. Ze hoopten tegemoet gezien te worden. Ze landden als nachtelijke sneeuw. Ze paaiden uitbaters met kleine klussen. Ze verwerkten korsten in plaats van kruim. Ze vraten zich vol aan vale patatten. Ze pikten peuken als in de oorlog. Ze eigenden toe als magneten. Ze doopten hun snavel in zwarte verf. Ze glommen hun hals en oorveren grijs. Ze keken roerend uit nog grijzere ogen. Ze staken veren als krulden ze strikken. Ze palmden in als blote jurken. Ze sprongen hinkstap, noemden het trippen. Ze oefenden zich in wankele evenwichten. Ze lieten hun kop hangen naar de wind. Ze probeerden zich aaibaar te maken. Ze wensten aandoenlijk te zijn.